De politieke partij Pachai Luhur heeft vandaag in haar hoofdkwartier de Beekhuizen aan 250 moskeeën voedselpakketten verstrekt vanwege de vastenmaand, de Ramadan. Volgens partijvoorzitter Paul Somaharjo toont de partij haar sociale kracht met jaarlijks een geste aan moskeeën in de maand Ramadan. Als het budget toereikend is, wordt ook aan individuen een voedselpakket overhandigd. Als de budget toereikt, het haalbaar is, geven wij ook aan de sociaal zwakkeren die de moskee bezoeken, ook zo'n pakket. Dus niet een moskee, maar het is een speciale pakket. En gedurende de vastenmaand geven alle structuren beurtelings dan eten aan de sociaal zwakkeren. Dan bedoel ik hiermee de zwervers, de daklozen die nou elke dag door ons van eten en drank voorzien zijn. Ook in Nikeri zal de Pachai Luhur aan 38 moskeeën een voedselpakket overhandigen. De PL-topman zegt dat ook nieuwe moskeeën die niet geregistreerd zijn bij de politieke partij zich mogen aanmelden voor een tegemoetkoming. Somaharjo hoopt dat andere organisaties inspiratie putten uit het sociaal karakter van de PL om moskeeën en sociaal zwakkeren in deze periode tegemoet te komen. Wij hopen dat wij niet de enige zijn, want natuurlijk zo'n pakket is niet voldoende voor 30 dagen. Dat andere organisaties, het hoeft niet politieke partijen te zijn, want anderen denken een stunt van te maken. Ja, maar ook sociale organisaties die een goed hart hebben voor de moslims in het bijzonder. De veilige wind, dat is een van ze. De Jakat Pitra, dus aan de, niet aan de arm, maar in dit geval mensen die naar de moskee gaan. Ja. Somaharjo benadrukt dat mensen zich tijdens de Ramadan moeten bezinnen en goed moeten doen. Echter, zegt hij, moet het liefdewerk ook na Ramadan voortgezet worden.